En als je hier nu rondkijkt, 2023, dan zie je hier al zoveel verandering. Nijmegen kent een lange geschiedenis die zijn sporen achter heeft gelaten. Daarnaast zien we veel nieuwe ontwikkelingen. De stad groeit. Samen met Regionaal Archief Nijmegen organiseert Bezienershuis komende zondag Collage van de Stad. En elke Nijmegenaar mag meedoen. Nou, waar het eigenlijk om gaat, aankomende zondag, is een foto maken vanuit je voordeur. En ik sta hier nou bij het Bezienershuis. En eigenlijk willen we een foto hebben waarbij je gewoon je telefoon horizontaal houdt. Klik foto. Het is heel simpel. En diezelfde foto, die sturen we op. collagevandestad@gmail.com. En waarom de foto vanuit de voordeuropening gemaakt moet worden? En als je hier nu rondkijkt, 2023, dan zie je hier al zoveel verandering. Een bouwbrug die gebouwd is in 1936, maar nu, als je naar de overkant kijkt, al die bouwkranen, alles wat er op dit moment hier in Nijmegen gebeurt, in Lent en de afgelopen paar jaar natuurlijk de vergroening van de Waalkade hier en kunstwerk de Waterwolf wat hier gekomen is. Dus het gaat ons niet alleen om die hele grote dingen die veranderen, maar ook juist de hele kleine aanpassingen die je over een jaar denk je, oh ja, zo was dat. Dat willen we eigenlijk laten zien. En dat, daar hebben we eigenlijk heel Nijmegen en iedereen in de stad voor nodig. Van Dukenburg tot Posweg, tot Nijmegen-Noord, tot Kwakkenberg. Overal vandaan iedereen foto's maken, zodat we zo'n compleet mogelijk beeld eigenlijk van de stad krijgen. En ook om de gewone stad eigenlijk, gewoon de stad van mensen uit Nijmegen. Het is alweer de vierde editie van de jaarlijkse Collage van de Stad. Voorgaande jaren deden honderden mensen mee, waardoor er een completer beeld van de veranderingen ontstond. Kijk, hier zie je waar veel gebouwd wordt aan de haven, de Kaaischouwerskade. En dat is waar het oude Gelderlander gebouw stond. En dan zie je een paar foto's van de Kaaischouwerskade. Dit is een hele oude foto aan het begin van de vorige eeuw, 1910, van die haven. Nou, hier zie je een foto van de Kaaischouwerskade 2020. Eén flat staat er al, maar die hoogbouw die er nu is, ja, die is daar is nog niks van te vinden. Ja, hier zie je de straat in 2021, gewoon een heel gewoon uitzicht. En in één keer zie je weer extra zonnepanelen verschijnen aan de overkant. En natuurlijk, dat is ook weer zoiets, echt zo'n fenomeen van deze tijd. Hè? Overal de zonnepanelen die op de daken verschijnen. Hoewel de foto nu niet bijzonder lijkt, is het later een interessant stukje geschiedenis. Je foto kan mogelijk onderdeel worden van het gemeentelijk Stadsarchief Nijmegen. Daarnaast wordt er werk van fotograaf Karsten Rus uitgeloot en uitgereikt. Ik zou zeggen, doe mee. Okay. Dit is je kans. Okay.